CBN, Prime Alert, die heeft er vandaag een interview gehad met Saskia Walden, minister van Economische Zaken. De minister die is er ingegaan op tal van brandende zaken. Zaken welke nu spelen in de gemeenschap. Vragen waarmee het volk zit. Daar heeft de minister gemeend antwoord op te geven. Belangrijk is dat de regering Santokki Brunswijk uitkijkt naar manieren aan meer inkomsten, hoe zij meer kunnen verdienen. En daarbij zal het ministerie van Economische Zaken een zeer belangrijke rol in moeten spelen. De minister is ingegaan, zoals ik het aangaf, op die zaken, maar ook op enkele andere kwesties. Wel, de regering Santokki Brunswijk is bezig met een pakket van maatregelen. De financiële huishouding van de staat wordt door het ministerie van Financiën en Planning bijgehouden. Vanuit het ministerie, iedere ministerie heeft natuurlijk een bijdrage te maken. En dan vanuit het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is het dat wij delen van de aangestelde maatregelen helpen implementeren en bekendmaken aan de gemeenschap. En straks zullen we misschien meer hebben van welke maatregelen er ongeveer zullen zijn en hoe wij vanuit het ministerie vooral willen gaan naar armoedebestrijding en het optimale economische groei. Ja, dus kunt u gelijk daarop ingaan wat het pakket aan maatregelen zijn? Wel, er zijn een aantal aspecten verbonden aan het pakket. Er zullen korte termijn aspecten zijn, een medium termijn, korte termijn, dan heb ik het over zaken die moeten bijdragen dat nu de verplichtingen van de staat kunnen worden voldaan. En dan denk ik aan de pensioenen moeten betaald worden, AOV moet betaald worden, de kosten aan de ziekenhuizen moet betaald worden, SZF, de salarissen van de ambtenaren en zo zijn er een aantal verplichtingen. Meneer Ganesh, iedereen die een beetje bij heeft gehouden wat de afgelopen 10 jaar gebeurd is in Suriname, weet dat wij in een financiële crisis zijn gedompeld. En dat is in feite verder verslechterd door COVID. Waardoor er in feite vanuit de gemeenschap er mensen zijn die vrij zwaar getroffen zijn. Tegelijkertijd, zegt president Santokki, iedere Surinamer moet gegarandeerd zijn van zijn, moet een bestaanszekerheid hebben, moet gegarandeerd zijn dat die in staat is om aan zijn behoeftes te voldoen, zodat wij met als gemeenschap verder kunnen gaan. En dus dan wordt er natuurlijk van de gemeenschap gevraagd dat wij solidariteit naar elkaar toe hebben. Dat is niet iets nieuws in Suriname. Als natie hebben we in feite altijd gevraagd of ongevraagd toe bijgedragen dat ook onze naasten, onze buren kunnen overleven, kunnen voortleven in feite. Dus op korte termijn zullen we moeten kijken van hoe kunnen de staatsmiddelen dusdanig bijgebracht worden. Ik heb het over dat er meer dan een half miljard per maand aan kosten zijn voor pensioenen, zoals ik zei, AOV, de ziekenhuizen. We kunnen niet zeggen van het is crisis, we sluiten de ziekenhuizen. Dat kan niet. En we kunnen ook de verpleegsters niet zeggen van we betalen niet. Dat gaat gewoon niet. We kunnen ook niet aan de AOV'ers, de 60-plussers zeggen van nee, er is geen geld. Dat gaat niet. Die verantwoordelijkheid heeft president Santokki. En waardoor wij op korte termijn zullen kijken van hoe kunnen wij via een aangepaste government take ervoor zorgen dat de inkomens gegarandeerd zijn, de salarissen gegarandeerd zijn. En dat is op korte termijn. En op lange termijn is het natuurlijk dat wij gaan kijken naar alles dat de economie beschikbaar stelt, zodat iedereen optimaal inkomsten kunnen genereren, maar ook optimaal kunnen produceren. Dus er zijn verschillende aspecten in samenwerking met het ministerie van Financiën. Sommige aspecten zijn productie stimuleren is voornamelijk ook een taak van economische zaken. Maar dat komt ook bij de andere ministeries voor. LVV, NH,
Dus de productie moet van verschillende ministeries gefaciliteerd worden. Maar wij voornamelijk op korte termijn zullen we natuurlijk moeten kijken naar de government take. En je sprak daarnest over een aangepaste government take. Wat moeten we daaronder verstaan? Waarschijnlijk zal het in de range zijn van 1 SRD bijvragen, zodat er 1 SRD per liter bijgevraagd wordt om bij te dragen. En er zal natuurlijk gekeken worden, we zijn in gesprek met de vakbonden, we zijn in gesprek met de verschillende ondernemingen. En sommigen adviseren, doe 3 SRD, want het is korte termijn, het kan misschien voor een maand of 2 maanden, 3 maanden, doe 3 SRD. Dat is draagbaar binnen de economie, dus daar is er nog ruimte voor. Bedoelde u daar net met korte termijn een periode van 3 maanden? Inderdaad, dus wat de government take is, wat de aangepaste government take is, daar wordt gekeken naar een periode, een korte termijn van 3 maanden. En dan in die periode, binnen de 3 maanden, zullen we natuurlijk nagaan in welke fase de overige aanpassingen nodig zijn, zodat iedereen gegarandeerd is van een inkomen. En de prijzen die op social media rondgingen, minister, zondag, maandag, ik denk zondag eerder, waren dat dan de prijzen met de nieuwe government take, welke nu is aangehouden? Ik volg niet alle berichten op social media. Dus het is me niet helemaal bekend wat allemaal op social media staat. Maar zoals ik heb aangegeven, gaat hij er ongeveer vanuit. Sommige maatschappelijke organisaties adviseren ons op de bestaande prijs 3 SRB bij te doen. Tegelijkertijd hebben we in eerste fase gekeken van kan het 1 SRD. Dus het moet tussen de range van 1 en 3 SRD zijn. Bij op de bestaande, de huidige prijs. Ja. En lange termijn sprak u meer in de richting van productieverhoging en productiebevordering. Maar hoe gaat dat hand in hand met COVID-19? Ja, dus ondanks COVID-19 moeten wij overleven. Kijk, nu hebben wij in feite ook verscherpte maatregelen. Omdat voor verhoogde productiviteit is er een gezonde natie nodig. We moeten in leven zijn om te kunnen produceren. Laten we alvast daarmee beginnen. Dus we willen niet, mensen moeten niet vanwege COVID-besmettingen dusdanig ziek worden of zelf komen te overlijden. Want dat is, die risico is er ook. Dus met COVID-19 is in de planning. We zijn niet het enige land in de wereld getroffen. Het mooie is nu dat wij ook mede door onze president Santoki ook de internationale support krijgen. Er zijn investeerders die ook aanbieden mee te helpen om over deze crisis heen te gaan. Dus dat wordt het uiteindelijk op lange termijn. Ik begrijp dat als land wij ook selectief moeten zijn met het aangaan van samenwerkingen met investeerders. Dus daar wordt er ook een entiteit voor te zetten om een goede screening te hebben. Het is belangrijk voor zowel de investeerder als voor ons land, onze natie, dat de juiste investeerders toegestaan worden in ons land. We hebben diasporen die bijdragen. Dus er komen een aantal aspecten die het voor Surinamers mogelijk zou maken om misschien hun bestaande bedrijf uit te breiden met meer productie of met hogere kwaliteit producten die dan op de internationale markt verkocht kunnen worden. En er zijn natuurlijk ook heel veel micro-ondernemers. Er zijn heel wat kleine ondernemers die misschien nu een extra boost nodig hebben. En er zijn ook mensen die nu misschien ambtenaar zijn die hun eigen business willen beginnen. Dus die ondersteuning moet er vooral ook komen vanuit ons ministerie. Denken in de richting van productieverhoging, minister. Aan welke producten moeten we dan gelijk gaan denken die ook export-ready zijn voor Suriname? Ja, we moeten aan een aantal producten denken. Dus dan kijken we naar twee aspecten. Kijken we naar wat zijn de producten die wij in Suriname nodig hebben, die we in Suriname kunnen produceren, waarvan we nu voornamelijk voor een groot deel van de import afhankelijk zijn. Hè? Dan denk ik aan heel wat consumptieproducten. Wij importeren bijvoorbeeld kip, we importeren ei, we importeren melk, we importeren spijsolie.
En zo zijn er een aantal zaken die wij importeren. Dus daar kunnen we alvast kijken van wat zijn de producten die op korte termijn met een minimale investering geproduceerd kunnen worden, zodat wij minder afhankelijk zijn van de import, minder afhankelijk zijn van de US dollar. Dat is op één kant. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk gezegend met bijzondere natuurlijke hulpbronnen. En daar kunnen we gaan kijken van hoe kunnen wij onze producten verder gaan vervaardigen, zodat we niet alleen grondstoffen exporteren, maar ook misschien halffabrikaten of eindproducten. Dan denk ik aan hoe kunnen we in plaats van rondhout verwerkzagen. Er zullen natuurlijk investeringen gemaakt moeten worden. En zo kunnen we kijken naar wat is er aan natuurlijke hulpbronnen die wij beter kunnen gaan verfijnen op de afzetmarkt. Maar er zijn ook, we kunnen ook kijken naar zowel wat ik eerder aangeef, wat hebben we geproduceerd voor de lokale markt, maar hoe kunnen we onze productie dusdanig verruimen dat wij ook kunnen exporteren. Exporteren naar de regio. Vanuit de CARICOM krijgen we een lijst van goederen die allemaal geïmporteerd worden binnen de CARICOM. Dus dan denk ik van, wat importeert Trinidad? Wat importeert Barbados? En daar kunnen we ook kijken van, hey, dit zijn producten die wij in Suriname kunnen gaan vervaardigen. En dan zullen we ook kijken met moderne technologie. Soms is het ook dat wij grondstoffen kunnen importeren en de product hier verfijnen. Dus dat is het op medio tot lange termijn. Ja. Wat staat bijvoorbeeld al in de startblokken om vanuit Suriname reeds te exporteren? Of hebben we dat nog niet? Best nieuw hoor, daarmee heb ik over nieuwe producten. Oké, niet zozeer nieuwe producten, maar voornamelijk de bestaande producten. U weet dat we, behalve in de mijnbouw, voor een groot deel al heel veel doen. Maar ook in wat landbouw betreft. Hè. Er worden investeringen gemaakt, zodat ook de rijstarealen in Nigeria veel meer kunnen gaan opleveren. En dan zullen we ook gaan kijken van welke processen kunnen er verder toegepast worden, dat de producten die we al hebben, we weten dat de groentes worden geëxporteerd. We moeten ook gaan kijken van hoe kunnen we de landbouwproducten exporteren in een misschien half verwerkt op een manier dat gewenst is op de Europese markt, gewenst is op de Amerikaanse markt. Er zijn enkele ambassadeurs bij me op bezoek geweest, op audiëntie geweest, zeg maar. En die hebben dus ook al voorstellen gedaan van hoe kunnen we onze samenwerking verder gaan intensificeren, zodat beide landen natuurlijk voordeel aan hebben. Dus dan kijken we van wat hebben wij al, welke investering moet gedaan worden, zodat dit de productie verhoogd kunnen worden. En daar is binnen landbouw natuurlijk heel veel. Maar er zijn ook ondernemingen die met andere ideeën komen. En die worden dus ook opgevangen en zoveel mogelijk begeleid. Ja. Wat wordt er dan in deze verwacht vanuit het ministerie? Waarvoor moet het ministerie zorgen zodat dingen toch vlekkeloos gaan? Kijk, er zijn een aantal aspecten. Omdat het ministerie moet faciliterend bezig zijn binnen de wet. Dus helaas zijn er een aantal wetten die een beetje contraproductief werken. En die hebben we nu al in kaart gebracht. We hebben gesprekken gehad met het bedrijfsleven ook. En qua wetgeving is er toch wel wat werk, omdat we binnen de wet alleen kunnen functioneren. Tegelijkertijd heb je dus dat we, financiering is natuurlijk een grote vraag voor ondernemers, vooral startende ondernemers. En daar kijken we ook naar van hoe kunnen middelen voor een lage rente, want ja, financiering voor een hogere rente maakt het riskanter voor de ondernemer om succesvol te zijn, om winst te kunnen maken, om boven de start-up fees te gaan. Dus daar kijken we ook naar hoe kunnen fondsen beschikbaar gemaakt worden voor zo laag mogelijk, dus goedkoop. Daar is de president ook mee bezig om te kijken van, in feite zijn er wat genoemd wordt diaspora kapitaal, maar ook kapitaal vanuit bevriende naties, die beschikbaar te maken. Dus het eerste is natuurlijk wetgeving. Het tweede is natuurlijk om het investeringsklimaat, de ease of doing business, beschikbaar te maken. En dat ondernemers gekoppeld kunnen worden met de middelen, en dan heb ik middelen, kapitaal, zowel kennis, zowel investeerder die nodig zijn,
zodat zij de stap kunnen maken naar expansie binnen Suriname, maar ook naar de exportmarkt. En daar is de public-private partnership enorm belangrijk, omdat wij dus ook de kennis gebruiken die niet direct in Suriname beschikbaar is, maar wel via internationale samenwerking beschikbaar gemaakt kan worden. Ja. En als we aan export denken, minister, welke landen, over welke landen praten we dan in deze? Kijk, de exportmogelijkheden, ten eerste de bevriende naties. We hebben natuurlijk CARICOM, zijn we in CARICOM. We kijken ook naar Europa. Er zijn wel de verdragen die nog geratificeerd moeten worden. En dan ga ik nu te ingewikkeld EPA. En dan hebben we een lijst van verdragen die geratificeerd moeten worden. Omdat sluit je aan bij een bestaande overeenkomst, dan kan het dat er niet zoveel exportheffingen worden of importheffingen van de andere kant. Want als Suriname niet meetekent aan een samenwerking, aan een verdrag, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, vanuit Japan reis in Europa invoerrechten vrij kan, maar dan vanuit Suriname met invoerrechten van 10%. Dan gaat reis vanuit Suriname duurder zijn. Dan heb je geen kans in feite om te concurreren op de markt. Maar ga je mee met de samenwerking en dan kijken we natuurlijk, wat zijn de voordelen van Suriname? Want als het meer nadelen heeft dan voordelen, dan moeten we niet aan meedoen. Dus we gaan niet gewoon aan alle verdragen meedoen, maar we kijken naar van wat zijn de voordelen. We willen onze ondernemers willen we ook niet blootstellen aan oneerlijke concurrenties vanuit andere landen. We willen onze ondernemers ook zodanig beschermen dat die ook de gelegenheid hebben om te groeien, om internationaal te kunnen concurreren. Dus daar kijken we naar. We kijken van hoe kan je internationale concurrentiepositie verruimd worden door na te gaan van wat zijn de samenwerkingen die aangesloten moeten worden, wat zijn de verdragen die geratificeerd moeten worden. En dat is natuurlijk een belangrijke samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus u merkt, er zijn 17 ministeries, wij zijn één ministerie, maar er zijn belangrijke raakvlakken met andere ministeries. Zodat wij ook de ease of doing business, de concurrentiepositie van ondernemers, simuleren. Omdat vanuit het ondernemerschap onze economie gaat groeien. Niet meer ambtenaren zullen onze economie laten groeien, maar het zijn de mensen die een idee hebben en bereid zijn een bepaald risico te nemen, maar ook de ruimte krijgen om een winst te maken, om inkomsten te genereren, om producten te produceren, om diensten te leveren en daardoor ook een inkomen hebben, zichzelf hun eigen bestaanszekerheid daarmee garanderen, maar ook die van hun werknemers. Ja. We hebben nog in het recent verleden voorbeelden zat gehad waar Surinaamse ondernemers heel dichtbij hebben willen exporteren naar het Caribisch gebied. Maar dat vanuit CARICOM, ondanks dat het allemaal vrij is, toch wel blokkades werden opgeworpen. Hoe zit het daarmee? Kijk, dat is een belangrijke rol voor de regering. Omdat wij ratificeren een verdrag, wij gaan een overeenkomst, een bilaterale of een multilaterale overeenkomst aan. Er worden rechten en plichten toegewezen. En ben je dus als land in de samenwerking en je voldoet aan je rechten, je voldoet aan je plichten, je voldoet aan je plichten, dan is het de regeringsverantwoordelijkheid om erop toe te zien. Mijn tong. Om erop toe te zien dat ook ons land aan zijn rechten komt. Dus daar komt, dat is de belangrijke rol van de regering. En daar is ook een hele belangrijke rol voor je als staatshoofd. Hoe wordt je staatshoofd gedragen internationaal? Dus ik heb het misschien al eerder gezegd, maar ik ben enorm blij met de keus die Suriname heeft gemaakt in onze president Santokki. Dat wij een president hebben die internationaal gedragen wordt. En dat er zo ook meer mogelijkheden zijn om goede samenwerkingen internationaal aan te gaan. En ook erop serieus genomen wordt wat betreft de rechten van Suriname. Kijk, wat de CARICOM bijvoorbeeld betreft, is het dat er willen wij buiten de CARICOM importeren? Of willen we buiten Suriname dus importeren vanuit het buitenland? Laat me dat aangeven. Dan zal er eerst gekeken moeten worden van wie zijn de producenten in de CARICOM. Maar als wij daarop letten dat
wij niet buiten CARICOM eerst importeren, dan moeten we er ook op staan dat ook de andere lidlanden niet buiten CARICOM importeren de producten die wij wel kunnen leveren. Tegelijkertijd gaan zij van ons vragen wel, er moet consistentie zijn, er moet een productie gegarandeerd zijn. Dus daar komt weer het huiswerk, hè, dat wij kunnen moeten garanderen. Zeg maar, ik noem kip als een voorbeeld, dat we zeggen van, hey, wij kunnen 10 containers kip per week leveren, bijvoorbeeld. Maar dat moeten we iedereen niet, met per seizoen. Wij kunnen 10 containers sopropool leveren. Dan moeten we niet zeggen van het is regentijd en het is droge tijd. Er moet consistentie gegarandeerd worden. Dus dan moeten onze boeren bijvoorbeeld weten van hoe moeten ze hun productie zo plannen. Dat die consistentie op de markt gegarandeerd kan worden. Zodat de afnemer ook gegarandeerd is van zijn, meestal zijn het grondstoffen. Of van zijn producten die je importeert. Dus daar is een hele belangrijke rol voor de regering weggelegd. Van 1. Ten eerste nagaan de overeenkomsten die gesloten moeten worden. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen in kaart brengen. Kiezen het beste voor het land. En Surinamers vertegenwoordigen. Dat is de taak van de regering. Ons land, onze natie te vertegenwoordigen. Zodat het beste beschikbaar gemaakt moet worden. Zodat onze economie gaat groeien.